Welkom dames en heren hier in de Steiner Bos. Steiner Bos? Ja, we zijn vandaag in het Steiner Bos. En waarom zijn we daar? Niet om de droogte bij de bomen te gaan bekijken, want die hebben het garen al lastig genoeg. Maar we zijn hier omdat vandaag een bijzondere gebeurtenis is in Frankrijk. Er rijden een aantal wielrenners heel hoog tegen berg op en allerlei van die gekke dingen. In Nederland hebben we een L1 die wat druk bezig zijn met een Tour de Limbourg. Het gaat gebaseerd op het Tour de France gebeuren, trekken ze dagelijks van de ene plek naar de andere plek en zoeken steeds markante plekken waar men van woord men eigenlijk dan dus een uitzending gaat verzorgen met als thema de Tour de France natuurlijk. Ja. Sander Kleikers is erbij en Joyce Hamers is de regisseur, ze komt voor straks nog eventjes mee te praten. Terwijl we dit aan het doen zijn, is vandaag de dag om het eventjes op een tijdsbestek te zetten dat men de Alpe d'Huez opgeeft in de Tour de France. Het is maar even naar wet gaat, tenminste voor welke dag dat we het ongeveer hebben. Nou, markante plek. Vorig jaar was het de Fontein onder een bij het kasteel in Oudstein. Vandaag is het de Steiner Bos bij de Brasserie. De Brasserie en natuurlijk de nieuwe visvijver over dit jaar, afgelopen jaar in ieder geval, al heel wat aandacht aan besteed hebben. We gaan vandaag eigenlijk eens kijken van ja, wat komen ze allemaal doen, wat moeten ze allemaal doen, voordat het zo wiet is dat straks op de beeldbuis verschijnt, ja, datgene wat men straks te zien heeft om een uur of zes. Nou, in ieder geval, Martin Eikenboom, Piet Hoebe, we gaan het met z'n tweeën proberen te volgen. Toen we deze morgen hier waren, waren de een uur of 11. En als we toen naar museum keken, toen zagen we eigenlijk nauwelijks gat. Dat wil zeggen, we zagen geen auto's, we zagen ook al helemaal geen lui. Er was eigenlijk niks te beleven. Nu zijn we een paar uurtjes voordat de opnames echt gewoon beginnen. Het is 2 uur in de middag en het zal normaal gesproken pak een beetje rond 5:30, 6 uur hier gewoon beginnen. Als we dan naar museum kijken, dan zijn we ineens van ja, er is leven in de boet. De crew die de zaak heet opboeien is gearriveerd, de presentator et cetera, ja, die komen meestal natuurlijk, gaat later. Even kijken wat Martin ervan filmt.
Nou, we staan hier weer aan de vivo van de Steiner Bos. We hebben, zoals al gezegd, we zijn vandaag bezig met de Tour de Limbourg. Tegenover mij Joyce Hamers. Joyce, belangrijke functie. Leg eens goed, wat heb ze voor een functie? Ik ben in het voortraject tv-producer. Dat wil zeggen, ik organiseer hetgeen wat we nu aan het doen zijn. In het voortraject, locaties zoeken, crew samenstellen, ontheffingen, praten met horecaondernemers en de gemeente zelf. Om het tot een goede uitzending te brengen. En vandaag zelf ben ik opnameleider om dan de puntjes op de i van wat hebben we op de achtergrond, Montador, gekke borden weg en noem maar op. Ja, de kleine dingen allemaal die toch wel belangrijk zijn natuurlijk. Hè? Zeg, er zit een hele voorbereiding af. Wie valt hier ongeveer van tevoren? Begint je al met zo gaan? Vergon eigenlijk, als dit programma ten einde is, eind juli, dan laten we het heel even bezinken. Dan krijgen we wel een evaluatie. En dan beginnen we eigenlijk november, december al met de gemeentes weer te benaderen. Want gemeentes en ook provincies zijn participanten, ook om het financieel het programma mede te financieren. Dus dan gaan we kijken welke gemeentes willen meedoen en welke mooie locaties bedenken voor ons dan. Dus eigenlijk november, december, dan krijgen we weer 21 gemeentes bij elkaar. En dan beginnen we februari, maart, gaan we dan die locaties bekijken. Ja, en dan ga je het in mijn geval organisatorisch door tot juli. Ja, tot nu. Ja, en dan begint ze aan de echte race, want dit is toch een behoorlijke klus. Hè? Ik bedoel, die wielrenners moeten een heel eind fietsen, maar dit moest altijd al dat werk doen. Ja, de klus is wat mij betreft vooral in het voortraject. Dus als ik het goed doe, dan is het op de locatie zelf in orde. Maar er zijn altijd last minute dingen dat er een auto toch niet goed staat, omdat we met de regiewagen er niet kunnen staan. Dat moet dan opgetakeld worden. Ontheffingen die er wel zijn, maar dus... Ja, last minute zijn er altijd nog wel dingen op te lossen. Maar ja. dat hield het ook afwisselend. Dat maakt het ook spannend natuurlijk. Hè? Zeg maar, we hebben natuurlijk ook te maken met het gegeven, de zeezal. Er is 21 locaties, het moeten mooie locaties zijn. Het moet ook een stukje reclame uitstralen over Limburg, zal ik zeggen. Voor de hele provincie, maar ook voor de gemeente wat meedoet. En in dit geval gemeente Steen. Stijn duidt voor de derde keer met. Het eerste jaar zo voor Kasteel Elslo, prachtige locatie. Vorig jaar brouwerij De Fontein, prachtige locatie. En dit jaar Steiner Bos is natuurlijk helemaal opgeknapt. In maart brachten we hier een locatiebezoek. Toen dachten we van oké. Hele enthousiaste uitbaten met platte gronden. Maar we zeiden oké, het hoort hier nog één bouwput. Ja. Toen ben ik elke morgen nog komen kijken van hoe gaat het tot de datum van nu zin. En het is goed gekomen. De locatie is af, de roeibootjes en iedereen is gelukkig. Ja, we hebben daar ook een hele documentaire van gemaakt wie mooi de vijver is geworden. Nu moesten natuurlijk ja zeggen, is mooi hè? Het is prachtig. We zijn ook heel blij dat we hier in Steijn op deze locatie de uitzending kunnen doen. Oké, daar de jaar nu. Ik denk, gezien het succes, er komt nog wel een vervolg. Vanuit L1 gedachten zeker weten. Het groeit, de belangstelling. En dat merken ze ook als een Tom Dumoulin meedoet, één en twee, het ook nog goed doet. Ja, dan zijn die kijkcijfers ook naar van hand. We hebben een team in Frankrijk hoe we met live schakelen in de uitzending. Voor een goede verstandhouding de verslaggever door met de bekende renners zoals Dumoulin. Dus dat kregen we ook als eerste voor de camera. En dat is geweldig. En we zitten er heel dicht op. En ook Boete Limburg wordt online het programma goed bekeken. Zelfs Boete Nederland, wielerliefhebbers die daar kijken. Dus voor een regionaal programma werd het ook buiten de regio goed bekeken. Ja, het is een behoorlijke klus. Daar hebben ze ook heel wat mensen erbij nodig. Ik neem aan dat ze ook veel part-timers werk doen. Qua crew hier zijn er rond de 15 mensen die in dienst zijn van L1. Sommigen ook freelancers, maar wel met een vaste betrokkenheid bij L1. Mm-hmm. En als ze 21 dagen... met elkaar werk zijn is natuurlijk teamspirit heel belangrijk. Ook als het niet in de camera is, maar een andere halen elkaar. De tijdspanne is heel kort. Om 3 uur, wat je net zocht, de regiewagen, de crew komt aan. En om 5:30 schakelen we al het nieuws. Dus dan heb ik het over 2,5 uur. Dus het moet kloppen om elkaar te helpen. En we moeten niet nog iets moeten oplossen. Dat is dan mijn taak van de regiewagen kan niet parkeren. De krachtstroom, het internet. Dus het is elke minuut telt dat we de tijd nodig hebben. Fijn, dan zijn we benieuwd wat het straks gaat weer. Joyce, veel succes ermee en bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan.
Dit is de volgorde. We zijn boven, het is voor Doen we er één per persoon. Een moeilijke bocht, en nu, eens de gele kandidaten. Daar is Dumoulin. We gaan zoeken Thomas. Thomas kan goed spelen met 6 lintjes. En Thomas heeft zijn tweede dag succes. Dumoulin komt erop in. Een duur van Dumoulin is heel goed. Maar die wint niet. Thomas wint. Dumoulin, fantastisch geleden. Tweede. Derde 3. Voor 4. Rwanda 5. Daar komt de Roglic. Prio op weg naar Alpe d'Huez met de Madeleine en de Croix de Fer ook nog erbij. 75 kilometer klimmen. Het had de Hollandse dag kunnen worden, moeten worden misschien wel, maar het werd... Ja, het werd Thomas, maar dat wil ik gauw vergeten, want het was natuurlijk wel een Hollandse dag. Zo, hé, Kruiswijk met... als een gek. Ja, die heeft toch fantastisch gereden, de hele dag in de aanval. En vaak zeuren wij dat we het treintje van Sky naar de kloten moeten rijden. Ja. Nou, dat heb Kruiswijk in ieder geval wel gedaan. Absoluut. Tom Dumoulin nog tweede. We gaan straks de laatste weken in. Dat gaat nog helemaal goed komen. En laat die Thomas dan maar 2 keer winnen. Tom Dumoulin wint de Tour de France. Ah, dat is een mooie uitspraak. Ja, de applaus klikt nu al. Dat zou mooi zijn. We gaan erover praten met de man die op Alpe d'Huez in bocht 7 zelfs nog tijd had om een high five te geven. Zo simpel kan het zijn. Maarten Tjallinghi is bij ons en de man die 8 keer verslag deed van de Ronde van Frankrijk. De meest ervaren sportcommentator, misschien wel van Nederland, bij ons. Zijn we trots op Leo Driessen, hier vanuit Stijn. Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou, dat duurt hij gewoon. Over de heuvels. Door het bos, zullen we daar in het zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën, uur geef aan daar van die jongens. Zullen we daar in het zuiden, zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën, uur geef aan daar van die jongens. En zo eindigt dan weer een dagje van Tour de Limbourg. We hebben nu in ieder geval geprobeerd een overzicht te geven van hoe het begint in het ochtendgleuren. Tot en met het moment dat we hier kunnen zeggen, het is nu pak een beet 6:30 dat alles weer wordt afgebroken. Alles afbreken betekent netjes opruimen richting Simpelveld, want daar is morgen weer het vervolg van Tour de Limbourg. Goed, bedankt voor het kijken. We deden het graag voor u. Martin Eikenboom was de man die het camerawerk verzorgde. Piet Oebe was degene die de zaken aan elkaar praatte. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier met de komende toerdagen. Tot ziens. Hai. Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los.